Hallo, ik ga even een uitleg geven over hoe je greenscreen en tracking kunt doen met Mocha in After Effects. We hebben After Effects openstaan. Ik heb het project al opgeslagen. Kun je het beste doen als Save As. Als je net het project hebt aangemaakt, dan kun je niet saven omdat er nog niks in staat. Als je Save As doet, dan slaat hij het wel op. Het voordeel hiervan is dat hij altijd een backup opslag maakt van jouw project. Dus als je een keer vastloopt, dan heb je in ieder geval je spullen nog. En ook nog een backup. Dubbelklik op je project. Om je beeld binnen te halen, heb ik gedaan van mijn laptop. Groen scherm. Er zitten ook streepjes op. Ik zal dit materiaal even naar compositie slepen. Dat is het icoontje hier naar beneden. En als je dat doet, maakt hij ook meteen in de tijdlijn compositie. Laat hij dan zien. Heeft hij hem hier ook in het project aangemaakt. En zoals je kunt zien heb ik mijn laptop gefilmd met een groen scherm en kruisjes. Dat kun je zelf maken. Maar ik zal het ook wel even ter beschikking stellen. Die kruisjes zijn om nog extra te helpen voor de tracking. Dus zorg altijd dat je liggend filmt, hè? Dus dat je niet rechtop staat met je telefoon, want dan heb je eigenlijk een verkeerde verhouding, dan staat je beeld gekanteld. Dus altijd je telefoon liggend laten filmen. Dus dat betekent gewoon horizontaal. Nu hebben we het in een compositie staan, het filmpje is prima. We gaan nu Mocha tracking erop doen, om de workflow goed te krijgen, dat we dus straks niet te veel moeten weghalen. En we klikken hier bij effecten en presets, typen gewoon Mocha in. Als je het al begint te typen, dan zie je het al tevoorschijn komen. Ik sleep het hierin. Dan zie je meteen bij je effecten controls Mocha staan. Dus die, dat mijn scherm iets kleiner is. Hier heb je nog steeds je project. En hier heb je effecten controls. Hier op Mocha klikken. En dan krijg je een pop-up scherm. Tip is altijd dat je beeld wat je wilt tracken altijd volledig in beeld hebt. Zoek ook de meest ideale stukje uit waar je het beste je scherm ziet. In mijn geval is dat dan hier recht van voor. En dan gaan we dus een kader trekken wat we willen tracken aan pixels. En dat staat los van waar we het straks ons vervangend beeld in gaan zetten. Dus ik pak nou mijn pen tool, wat hierin staat. En ik ga eventjes klikken op het scherm wat ik wil volgen. Dat hoeft niet super netjes te zijn. Dat doe je met linker muisknop. En dan als je klaar bent, dan bevestig je met rechter muisknop. En aan deze punten kun je hem verplaatsen. Maar die kun je ook recht maken als je dat fijner vindt. Zo. Dat is niet heel belangrijk, maar op zich wel handig als je dan toch een rechthoekig ding hebt. Nou, dit zal gewoon helpen. Deze pixels gaat hij proberen te volgen. Je ziet hier ook dat hier beneden een groen dingetje is aangemaakt. Als een soort markering van een keyframe, hè, wat hij dan gaat volgen. Vervolgens zetten we planar surface aan. Dat is dat ding met een S'je. En daar komt straks ook ons vervangend beeld in. Dus die ga ik eventjes hier neerzetten. Even kijken hoor. Yes. Even kijken als mijn microfoon het goed deed. Even kijken als mijn audio nog goed opneemt. Ja, sorry voor het ongemak. Even kijken dat niet mijn audio straks wegvalt. Ik heb dus dat surface ding neergezet. Hè. Die kun je aan en uitzetten. En die kun je dan op de plek zetten waar jij je beeld hebt. Doe hem ietsjes ruimer dan je beeldscherm. We gaan ook gebruik maken van de green screen. Dus hij gaat er sowieso een beetje achter vallen. Nou, je ziet dat het midden van de tijdlijn is. Dus we moeten naar links trekken en naar rechts.
En we moeten ook niet vergeten dat nu we de laag hebben aangemaakt die we willen tracken, even de naam geven, dubbelklik, dan doen we dit scherm. Zo. En we zetten ook perspectief aan, omdat we om de laptop heen draaien. Dus dan zal die ook perspectiefisch vervormen. Nou, heb je deze allemaal aanstaan, ga je eerst terug tracken. Of ja, is dat voor, maakt niet zoveel uit, terug. Eerst doen we maar. Nou, dit duurt altijd eventjes. Ik zie hem langzaam renderen. Waarschijnlijk zal hij het gewoon in één keer goed doen nou, omdat we een vrij stabiel beeld hebben. Dus niet te veel motion blur, een groot oppervlakte wat hij kan volgen. Dus dat is top. Even kijken, we wachten gewoon eventjes. Duurt altijd even. En je ziet ook gewoon als hij straks onderdelen heeft getracked, dus heeft bekeken, dan worden die stukjes ook volgens mij gekleurd. Dus als hij daarmee klaar is, dan zie je straks ook dat dat een kleur heeft. Dan zie je ook wat er al getracked is en wat er nog getracked moet worden. Het fijne van tracking met Mocha is dat hij ook gebruik maakt van jouw grafische kaart om dit te berekenen. Meestal is dat net iets sneller, tenminste als je ook gewoon een grafische kaart in je computer hebt zitten. Zie je, het getrackte onderdeel is niet blauw, wat hij nog niet heeft getrackt is rood. Nou, dan springen we eigenlijk, hier kun je naar je keyframes springen, we hebben er maar één. Dus dit is nou meteen op de goede plek. En nu tracken we naar de andere kant toe. En zover ik zie, doet hij het netjes, heeft hij er geen problemen mee. Even kijken. Ze hebben ook een, je hebt ook een optie om tracking te doen met After Effects zelf. Die maakt, tenminste zover ik weet, gebruik van jouw CPU, dus je computer rekenkracht, dus niet je grafische kaart. En dat duurt meestal langer. Ja, en hij gebruikt ook een andere techniek om dit uit te rekenen. En wat mijn ervaring is dat dat meestal vaak meer arbeidsintensiever is dan, ja, dan deze optie. Dus ik zou altijd voor Mocha gaan. Het is een beetje intimiderender, omdat je een heel bijna nieuw programma bovenop krijgt. Maar het werkt wel, als je het eenmaal snapt hoe het werkt, dan is dat super handig. Dit straks even kijken als ik dit versneld kan doen in de tutorial. Dan staan we hier te lang te wachten. Je kunt soms tussentijds nog hoe heet het, je tracking aanpassen. Alleen ik beveel het meestal niet aan. Omdat het meestal ja, toch gewoon problemen oplevert. Dus als je merkt dat hij de tracking niet goed doet, dan kun je toch echt wel nog proberen om een beter stuk te selecteren wat hij wel heel dicht kan volgen. Je moet ook eerlijk toegeven, nou gaat er hier een punt hierboven weg. En dat zou een probleem kunnen opleveren, maar ja, tot nu toe vervormt hij niet of blijft hij hangen. Dus dit gaat goed. Bijna klaar.
eigenlijk alleen de rode gedeelte gebruikt hij eigenlijk om de informatie te vinden, om constant te weten waar de camera zich een beetje bevindt. En het blauwe gedeelte is eigenlijk waar hij straks materiaal in gaat plaatsen. En om dat goed te krijgen is het ook wel een soort workflow vereist, waardoor je zeker weet dat het beeld er goed in past. Het is een beetje een extra handeling. Maar het kan dus zijn omdat jouw plaatje of filmpje wat je erin hebt staat bijvoorbeeld vierkant is. En dit scherm is een 16:9 scherm. Dat hij het gaat oprekken of in elkaar duwen of dat soort dingen. Dat wil je niet hebben. Dus daar ga ik straks laten zien hoe je dit kunt voorkomen. Nou, dit is bijna klaar. Even kijken. Ja, hij is nu helemaal blauw. Je kunt het ook checken om hier doorheen. Click and drag. Dus je ziet dat het blauwe vlak gewoon netjes volgt. Dus dit zit goed. Dus wat we nu gaan doen is een beetje op dat punt waar we de keyframe hebben staan. Slaan hem op. Dus save of command S. Save. We sluiten dit af. Dus Mocha sluiten we af. En wat we gaan doen is nu het materiaal wat we hier in de compositie hebben zitten, ga ik nog een keer dupliceren als referentie om het materiaal in te zetten wat ik straks ga plaatsen. Klinkt misschien nu nog een beetje onlogisch, maar je zult straks zien waarom we dit doen. Dus om dit te dupliceren is het Ctrl-D of Command-D voor Mac-gebruikers. En je ziet dus dat er nou een kopie is van het groene scherm. De bovenste die gaan we gebruiken als referentie. En we gaan ongeveer op hetzelfde punt waar we nu het beste beeld hebben. Dus het meest duidelijke beeld. Dus het kan misschien zijn dat ik hem ietsjes meer hier ga zetten. Daar ga ik een referentiemateriaal van maken. Hoe doen we dat? Nou, door op het bovenste materiaal sowieso de Mocha te verwijderen, want daar hebben we de tracking niet voor nodig. We gaan met de rechtermuisknop op die bovenste laag. En we zeggen time freeze frame. En wat dat doet is eigenlijk dat hij dus het beeld bevriest. Zie je, dat hij bevriest op dat frame. Dus hij is een stilstaand plaatje geworden. En we gaan dit ook even hernoemen. Dus ik zit nu op die laag, die heb ik bevroren. Druk op enter of return en ik noem dit kader. Vervolgens maak ik van deze laag, ga ik een pre-compose maken. Dus maken we van deze laag een compositie. En ik zeg move all attributes into new composition. Dit ook gewoon kader. Even kijken zo. En ik zeg oké. Okay. En nu hebben we hier dus een compositie. Als ik daarop klik, zit daar het filmpje nog in, wat bevroren is door die freeze frame. Dus ik ga op de plek staan waar dat freeze frame is gezet. Dus ik kan hier, dus als ik hier eens scroll, ik wil precies op die plek komen te staan. Waar het ook gewoon zit in mijn ander materiaal. Dat klik dus hier op het pijltje. Spring er naartoe, zie je. Dan ga ik vervolgens terug naar de greenscreen laptop. Waar mijn kader in zit en mijn filmpje waar de Mocha op zit. Nou, nu moeten we die tracking data erop gaan zetten. En om dit goed voor elkaar te krijgen, dat hij dus niet gaat vervormen, klik ik nog één keer op Mocha om hem te openen. En op deze plek doe ik eventjes het scherm aanklikken wat we hebben gemaakt. En wat we doen is deze aanzetten, zie je het grid. En wat ik hier doe, expand planar surface of selected layer en fill it in entire frame, klik ik op en dan doet hij dat. Doe ik weer opslaan, save en ik sluit hem af. En nu gaan we deze tracking data, dus create tracking data,
scherm. Zeg oké. En we moeten aangeven waar we dat op willen hebben zitten. En hoe die het exporteert is, je kunt corner pins doen of corner pins support with motion blur. Die doe ik altijd kiezen. Motion blur is dus toch wel net een extraatje. En ik klik hierop waar ik dus mijn tracking data op wil zetten. In dit geval is dat de bevroren frame van green screen laptop. En dat hebben we in kader gedaan. Zoals je hier ziet, dit is die compositie. Daar moet die tracking data op komen. Dus ik druk hier op kader. Ik zeg apply export. En je ziet op zich niks veranderen. Totdat je hier gaat bewegen en je ziet dat het eigenlijk als een soort stilstaand plaatje meebeweegt met de beweging van mijn camera. Dus als ik hier stil ga staan. Alleen dit ziet er raar uit omdat het nou een soort foto is van de laptop die dan meebeweegt met het scherm. Zo meteen ga je zien hoe dat dan straks er beter uitziet. Dus we gaan weer terug naar het kader. Dubbelklik op kader. Dat is ons bevroren frame. En daar gaan we nu ons materiaal in zetten. En je kunt al meteen zien dat het ook nodig is. Want het filmpje wat ik hierin wil zetten, dat is een stockfilm footage. Dat heet Pixel Kelly nog iets. Het is een soort beeld van boven, industrieel blok. En ik zet dat erin. Dus ik sleep dat in ons kader. En je ziet dat het een heel groot filmpje is. Dus die moet ik gaan schalen. Pak even de zijkanten. Shift inhouden om het perspectief goed te houden. En ik ga dit proberen te matchen met ons bevroren frame. Dus even kijken. Zo. Ietsje groter nog. Zo. Dan zet ik het onderste deel uit. Hè, want dat hebben we in principe niet nodig. Ik zet ook het geluid uit. Niet vergeten. En nu hebben we dus een heel groot frame met dat erin. Maar dat correspondeert dus met het scherm. Dus als ik nu terug ga naar mijn greenscreen laptop compositie, dan zie je nou dat het bevroren frame weg is. En dat het beeld wat ik heb gemaakt, wat ik erin heb gezet, nu matcht met het perspectief van de laptop. Dus dat is wel perfect. Nou, wat we dus vervolgens moeten doen, is dat we eigenlijk ons kader achter het origineel moeten zetten. Dus hieronder, want we gaan gebruik maken van greenscreen en dat eruit kieën. Dus dan gaan we hier naar, dus ik heb het kader eronder geschoven en dan hebben we het origineel materiaal waar ook de tracking data op staat. Hebben we in principe niet meer nodig, maar laat het maar staan. Je kunt het altijd nog gebruiken misschien. En vervolgens moeten we dit dus, dat groene, weg gaan kieën. Dus ik ga naar mijn effecten en presets, het type keylight in. En keylight 1.2, dat is hetgene, dat sleep je dus op het origineel materiaal. Hè? Dus niet op het kader, maar op het originele geschoten materiaal. Dan zien we dus dat Mocha nog uitgeklapt is. Dat kun je inklappen. Dat hebben we nu niet meer nodig. En keylight staat nu opengeklapt. En wat we moeten doen is dus de screen color gaan prikken om hem dus vrijstaand te maken. Dus als ik hier klik, zie je meteen al dat het groene verdwenen is. Ik zet even mijn kader uit. Even het geluid ook uit, dat hebben we niet nodig. Maar wat je dus ook ziet, dus ik heb nu hierop geklikt, zodat je de transparante schaakbordje ziet van wat je ook kent van Shiva Photoshop. Hier is het ook nog transparant. En dat moeten we niet hebben, want dat komt door de groene bloed die we van het beeldscherm afkomt. En dat gaan we oplossen door de screen mat. Dat zit hier bij keylight, open te klappen en de clip white iets terug te duwen zodat die niet alles transparant maakt. Dus gaan we even kijken hoe hij dat heeft gedaan.
Ook niet te ver terug schroeven. Eigenlijk net zo ver totdat je denkt van oké, nou zien we het meer. Dus ik denk hier in dit geval is het zo. Ik zal eens eventjes het checkerbord aan en uitzetten. Ik denk dat dit wel goed is. Bij mij is dat 69 bij Clip White. Nou, dat kun je vinden dus onder Screen Mat van de Keylight. Nou, als ik daar even een beetje rondscroll, kan ik kijken van oké, gaat dit goed? Altijd opletten dat je natuurlijk niet hetzelfde kleur materiaal eens hier ook hebt staan. Hè? Dus als je green screen wil vrijstaan maken en je hebt hier een groen tafellaken, dan gaat dat natuurlijk niet goed komen. Maar in mijn geval zitten er geen groen tinten in. Dus dit is goed. Nu kunnen we ons materiaal ook aanzetten wat in het kader zit. En je ziet, we hebben nu ons beeld vervangen met een nieuw footage. Dus nieuw beeldmateriaal. Dus ik druk nu op spatie om het te renderen. Ik doe die eventjes voorrenderen. En dan kunnen we zo meteen met geluid afkijken. Dus even kijken, ja. Nou, zo doe je dus tracking met Mocha en greenscreen met Keylight. Dus even snelle recap. Je moet dus het originele materiaal een Mocha IE filter opzetten. Dan ga je pop-up scherm krijgen. Dan moet je de kader omheen klikken en het blauwe veld hier neerzetten. Terug naar After Effects gaan, alles opslaan, naar het kader toe gaan. Of ja, een kopie maken van jouw origineel materiaal. Dat freeze framen. Een pre-compose van maken. Die pre-compose kun je dan openen en vervolgens het materiaal inzetten wat je erin wil hebben staan. Zet je het bevroren frame uit. Ga je weer terug naar je origineel. Daar weer naar je mocha. Moet je twee handelingen doen die je terug kunt vinden in het filmpje. En als dat is gedaan, pas je die tracking data toe op je kader. En je bent in principe klaar. Jij moet dan nog de keylight opzetten. En keylight moet je niet vergeten dat je soms misschien een beetje de clip white moet terugschroeven naar van 100 naar een ander getal, zodat hij niet die groene gloed meeneemt. Oké. Dit is het. Veel succes. Niet vergeten op te slaan natuurlijk. Ja, en renderen hebben we volgens mij al een keer behandeld. Dus dat doe je eigenlijk door File, Export. Waar zit Export ergens hier? En je gaat naar Adobe Media Encoder Queue. En je rendert hem met de preset voor de YouTube HD. Oké, dankjewel. En veel succes.